Welkom bij de officieuze campingtest van Nederland. Schone wc's en elektriciteit? Nee, dat boeit ons niet. Wij zoeken naar nieuwe liefdes die opbloeien. Grillmasters en koud pils. Kortom, de allergezelligste camping van Nederland. En in plaats van sterren geven wij wc-rollen weg. Dit is Camping Crashers. Camping Crashers, oeh! In de eerste aflevering bezochten we jongerencamping Tuin en Strand in Renesse. Maar er is concurrentie, want in het oosten schijnt ook nog een pareltje te zitten. Jongerencamping Den Oort in Giethem. Goeie, s'morgens deze morgen. 9:00 AM. Camping. Op een jongerencamping. Den Oort. Ja, iedereen zei dat we naar Den Oort moesten op ons YouTube kanaal. Ze hebben gisteren de allerlaatste avond gehad, ook in de club. Iedereen zit hier in zo'n kleine oogjes. En de meeste kamers moeten komen s'avonds, maar wij gaan even kijken. Of ze even lekker tegen die kegels aan kunnen kijken. Morgens! Kijk eens aan! Jullie storen steken wel een beetje karig af tegen die van de buren, hè? Weet je wel. Oh, ja? Wat maakt deze kant van Nederland mooi? De buren om 8:30 beginnen te schreeuwen dat je shorts met ze moest nemen. Ja, s'nachts is de hele campingkaart trekker aan het roepen. Trekker! Trekker! Het is wel iets hoger af volgens mij. Gisteren zat ik op 9. Het zijn er 7. Goed, ja, dat 10 moet lukken. Ja. Ik heb mijn pils aan, man. Ja, dankjewel. Trekken! Trekken met aan! Trekken! Nou, het enige wat ze opentrekken is pils. Het is 's ochtends, 9:15. We horen hier de eerste pilsjes die worden al opengetrokken. Hallo. Maar de vraag is natuurlijk wel, zijn ze een beetje koud? Natuurlijk zijn ze koud, ze zijn heel nacht in een koelkast. Wat denk je, hoeveel graden? Ik schok me god niet weer in, jongen. Als je hem bij je lul stopt, hè? Keurige 7 graden, jongens. Deze mannen zijn nog goed wakker, maar er zijn vast nog genoeg brakke kopjes te wekken. Koud, hè? Ja! Hier, we hebben mee! De eerste die punt heeft gepakt. Kijk nou, hey, we hebben een verrassing voor jullie. Punt heeft gepakt. Hoeveel? 4? 2,5 liter. 2 keer 6! 2 lekkere koude 2,5 liter. Zullen jullie even naar buiten trekken? Als je eerst gaat slapen, en je moet nooit als laatste gaan slapen. Eet smakelijk! Was het een beetje mooi hier? De wc's zijn heel slecht en je kan hier eigenlijk niet douchen. Maar hebben ze ook niet echt een vijvertje waar je kan springen ofzo? Ja, daar, maar dat is een beetje smerig vijvertje. Ze verwend mannen. Ga maar kijken, dat is echt heel vies daar. Hey mannen, succes hè. Mooi, die pik ligt nog steeds. Morgen, wat zie je dan? Ja? Lekker stemmetje. Ja. Zoek de gezelligste camping van Nederland. Ja, dat is deze. Wat maakt deze zo gezellig? Dat je lekker kunt suipen met iedereen, alle buren. Dat is gezellig. Hey, doe er maar eentje. Ja, hoor er een. Ja, lekker. Het is allemaal puur hoor. Ik heb heel hey, wel iets lekkers hè. Je moet gewoon een atje zitten. Ja, atje. Het is allemaal alleen maar sterk dit. Ja, klopt. Oh. Is het lekker? Ja. Het is gewoon aanmaak zeg maar zonder water. Ja, een soort listerine. Hey Marijn, we hebben even een rondje over die prachtige camping van jou gelopen. Iedereen is gewekt inmiddels. En, ja, echt? Ja, top. Het was top. Ik moet zeggen, het jeugdige enthousiasme en de temperatuur van de pils
Die was top, dus bij deze krijg je vast één rol voor de netjes, pils. Netjes. Ja, de gastvrijheid ook, we werden bijna de slaapzak ingesleurd. Dus ook die krijgt een rol. Oh, netjes. Ja, en deze is wel heel belangrijk. We zijn natuurlijk overal even de tentjes ingedoken. Ja, en we, echt? We zijn nu bij al die vrouwens op. Ja, nou, we zagen dat er hier en daar al een paar liefdes waren opgebloeid. Er lagen netjes, een paar koppeltjes netjes, in de slaapzak. Dus netjes. Liefde krijgen we ook altijd een punt voor. Hoppakee, nog een rolletje. Er zijn de nodige punten gescoord en we hoorden in de wandelgangen dat... de toiletten hier en daar ook nog wel een rolletje kunnen gebruiken. Dus daar krijg je de vierde rol voor. Dankjewel. Nou, maar ja. Vier rollen heb je gekregen. Dankjewel. Dat betekent een mooie score. Absoluut. Bedankt dat we rollen nou, plakjes hier op raam. Ja, we gaan ze hier op raam plakken. Ja, dat is wel fijn. Kijk dan. Vier hartstikke goed. Hoppakee. Vier rollen. Jongens. Bedankt en wellicht tot de volgende keer. Ja. Nice. Tot volgend jaar misschien. Ja, wie weet. Hele groetjes. Ciao, ciao. Wij zijn natuurlijk niet de enige camping-experts. Jullie kunnen er ook wat van. Nou zoeken wij naar de allerbeste campingtip. Dus heb jij er eentje? Laat hem even achter in de comments. Of sling hem op een andere manier naar ons toe. En de beste maakt kans op de enige echte pilsthermometer.